Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag gaan we verder met Matthäus 11 vanaf vers 7. De discipelen hebben veel bijzondere dingen gehoord en gezien van de Heer Jezus. Nu worden ze er zelf op uitgestuurd door Hem om het Evangelie te verkondigen en te genezen. Maar de Heer geeft hen niet zomaar een moeilijke opdracht. Hij neemt eerst de tijd om met de mannen te praten. Hij vertelt hen wat ze allemaal mee kunnen maken en hoe ze daarop moeten reageren. De mannen krijgen voldoende geestelijke bagage mee voor hun opdracht. Voor de rest moeten ze niets meenemen: geen geld, geen extra bagage. Het is de taak van anderen om degenen die het evangelie brengen te ondersteunen. Uit de instructies van de Heer komt duidelijk naar voren dat de evangelieboodschap niet bij iedereen goed zal ontvangen worden. Het evangelie brengt verdeeldheid. Veel mensen zijn wel bereid om te geloven dat er iets is, of dat Jezus een goed mens was, maar dat is niet genoeg om het in orde te maken met God. Jezus Christus kwam om de schuld van mensen te betalen. De Bijbel is er duidelijk over dat er maar één waarheid is. Namelijk Jezus Christus, die gekruisigd is en weer levend is geworden. Hij heeft er alles voor over gehad om mensen te kunnen redden. Als mensen hem niet willen geloven, dan is dat een keuze. In zo'n geval moeten zijn volgelingen verder gaan en het goede nieuws aan anderen brengen. De boodschap aanpassen om mensen niet af te schrikken is geen oplossing. Het betekent niet dat het niet uitmaakt hoe we de boodschap brengen. Het feit dat mensen over de inhoud vallen, wil niet zeggen dat ze ook over onze houding moeten vallen. Verschillende keren zegt de Heer tegen zijn discipelen dat ze niet bang moeten zijn. Ze kunnen in hele moeilijke situaties terechtkomen. Mensen zullen hen niet serieus nemen, hen bespotten. Anderen zullen hen haten. Soms zullen ze moeten vluchten. Zelfs gevangenisstraf en dood kan de verkondigers van het Goede Nieuws overkomen. In al die dingen is er echter de zekerheid dat een gelovige gekend wordt door de Vader in de Hemel. Hij is erbij. Er valt nog geen musje op aarde zonder dat Hij ervan weet. En jij bent nog veel meer waard voor Hem, zegt de Heer Jezus. Dat is de ene kant. Jij bent veel waard voor God. Anderzijds wil God, menselijk gezicht, ook graag dat Hij veel waard is voor jou. Dat we Hem de eerste plaats in ons leven geven en Hem lief hebben boven alles. Dat kan ten koste gaan van populariteit onder mensen. Dat kan ook in families strijd teweeg brengen. De heer Jezus laat de moeilijke kant van het Hem volgen niet weg, maar hij zegt ook dat Zijn volgelingen rijkelijk beloond zullen worden voor hun dienst in het Koninkrijk. Zelfs als iemand een dienst krijgt van God, maar een beker koud water geeft, dan zal God het niet vergeten. In de vorige uitzending zijn we gestopt bij Matthäus 11, vers 6. Johannes de Doper laat via zijn discipelen aan Jezus vragen of hij het is op wie ze hebben gewacht. Johannes heeft de verhalen van zijn discipelen gehoord. Hij moet de werken van de Heer Jezus erkend en herkend hebben. Daarom is het slot van vers 6 zowel algemeen als op Johannes gericht. Ik wil ter opfrissing eerst nog eens Matthäus 11, versen 4 tot en met 6 lezen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd, en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt, en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Met vers 6 wil de Heere Jezus laten zien dat hij het alles beheersende middelpunt is van de nieuwe tijd. Matthäus 11, versen 7 en 8. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Veel mensen prijzen elkaar als ze samen zijn, maar rottelen over de ander, als gij of zij er niet bij is. Toen de discipelen van Johannes waren vertrokken, begon Jezus Johannes de doper te verdedigen. Hij stelt de mensen drie vragen. En de antwoorden? Ja, de mensen zijn Johannes in de woestijn gevolgd. Dachten ze daar een wisselvallig en gemakzuchtig mens te vinden? Het antwoord is nee. Jezus wil hier zeggen dat Johannes een standvastig man is, die zelfs in de moeilijkheden hem trouw bleef. Nee, de mensen waren in de woestijn ook niet gaan zien naar iemand met ture kleding. Johannes was niet te vinden in het paleis van een koning, maar in de woestijn en nu in de gevangenis. Hij was geen hoveling van een aardse koning, maar een ambassadeur van God. Hij verkondigde echt het woord van de Heere God. Geen rijke kleding, maar een mantel van kameelhaar. Matthäus 11, versen 9 en 10. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. De Heer verklaart duidelijk dat Johannes de vervulling is van Malachi 3, vers 1. Daar staat: Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die here die u aan het zoeken bent, de Engel van het Verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de Legermachten. Johannes de Doper is de boodschapper het Malachi 3. Hij was speciaal uitgekozen om de Messias aan Israël te introduceren. Ook Jezaja heeft dat gezegd. En de evangelist Johannes bevestigt het in Johannes 1, versen 21 tot en met 23. Matthäus 11, vers 11. Voorwaar, ik zeg u: onder hen die uit vrouwen geboren is, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen. Hij is groter dan hij. Johannes de doper was de grootste vanwege zijn bediening als voorloper van de Messias. Zijn vragen en twijfels hebben zijn grootheid en bediening niet aangetast. Blijkbaar groter dan David, Abraham of Mozes. Maar Jezus gaat verder en zegt dat, ondanks dat, de kleinste in het Koninkrijk van de Hemelen toch groter is dan Hij. Waarom? Omdat iedereen die Jezus aanneemt na zijn dood en opstanding. Bekleed wordt met zijn heerlijkheid. Dat maakt een mens groot. Niet het eigen menselijke kunnen. Want wat het menselijke kunnen betreft, scoort Johannes blijkbaar heel hoog. Matthäus 11, vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En gewelden als grijpen het. Er zijn verschillende uitleggen mogelijk voor dit vers. Een eerste is dat sinds Johannes de Doper. Het koninkrijk van de hemelen met kracht doorbreekt en het een zware slag toebrengt aan de heerschappij van de Satan. Een tweede uitleg kan zijn dat Jezus verwijst naar de Joodse activisten, die verwachten dat Gods koninkrijk er zou komen door een militair ingrijpen en door de troon hardhandig terug te nemen van de Romeinen. Een derde mogelijke uitleg is dat Jezus bedoelt dat het ingaan in Gods koninkrijk steeds moed vereist, wegens de toenemende weerstand. Welke het ook zij, het is duidelijk dat de bediening van Johannes de Doper wel degelijk Gods koninkrijk aangekondigd heeft. Matthäus 11, versen 13 tot en met 15. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Vreemd dat er staat: Als u het wilt. Dat betekent dat het niet zozeer een zaak van begrijpen is, maar eerder van geloven. De verwachting dat Elia in de eindtijd zou terugkomen is gebaseerd op Maliach 3, vers 23. Het weerspiegelt de wijdverspreide verwachting dat het einde nabij was. Sommigen zagen en zien in deze uitspraak een bewijstekst voor de leer van de reïncarnatie. Maar Elia was niet begraven, maar naar de hemel gegaan. Johannes was volgens zijn eigen getuigenis niet Elia in eigen persoon. Dat heeft Gij zelfs laterlijk gezegd in Johannes 1 vers 21. Jezus zal met deze woorden eerder aan de bediening van Elia gedacht hebben. Johannes is degene die kwam in de geest en de kracht van Elia. Matthäus 11, versen 16 en 17. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Jezus gaat nu verder met te spreken over de reactie van de hoorders. De term dit geslacht betekent altijd een bepaalde generatie, nooit een ras. Hier zijn het de tijdgenoten van Jezus. Het moet niet in die zin opgevat worden zodat dit geslacht alleen met de eerste groep kinderen vergeleken kan worden, maar. Als een Aramese uitdrukking om twee situaties te vergelijken. Het slaat dus zowel op vers 16 als op vers 17. De gelijkenis spreekt over een groep kinderen op het marktplein, die hun vrienden voorstellen doen om een bepaald spelletje te spelen, zoals een trouwfeest of een begrafenis. Zoals de kinderen niet willen ingaan op de uitnodiging van hun speelkameraadjes, maar steeds wat anders willen, zo wil de generatie Joden ten tijde van Jezus en Johannes ook het tegenovergestelde van wat deze boodschappers van God vragen. Johannes die het oordeel predikte, willen ze laten dansen. En Jezus, die de blijde boodschap brengt, willen ze laten rouwen en vasten. Matthäus 11, vers 18 Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. Johannes was sober en streng. De mensen voelden zich bij hem niet op hun gemak. Hij voldoet niet aan hun denkbeelden en de conclusie is, hij is bezeten. Matthäus 11, vers 19 De zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk, en ze zeggen, zie daar, een wraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Er waren mensen niet blij met Johannes, en er waren mensen ook niet blij met de Here Jezus. Er zijn altijd mensen die eenvoudigweg nooit een plezier kunnen doen. Dat is vandaag nog zo. Helaas ook in de kerk. Jezus veroordeelt deze ingestaaldheid. Wat gij ook deed of zei, ze doen of geloven altijd het tegenovergestelde. Ze waren steeds cynisch en sceptisch, omdat gij hen aanspoorde om hun comfortabel, veilig en op zichzelf gericht leven onder de loep te nemen. Ook vandaag bestaat het gevaar dat we richtlijnen uit Gods woord betwisten, omdat het onze manier van leven wil veranderen. Hoe gaan wij om met boodschappers van God? Ik heb al zo dikwijls gehoord dat mensen na een confronterende prediking het hebben over de lengte, of de stoelen of het geluid van de preek, in plaats over wat het hen geleerd heeft over hun eigen leven. Tot nu toe heeft Matthäus laten zien dat de Heer Jezus de koning is. Hij heeft zijn grondwet afgekondigd en zijn geloofsbrieven gepresenteerd door het verrichten van de tekenen van de messias. Hij heeft gepredikt dat het koninkrijk van de hemelen nabijgekomen is. Hij heeft zich voorgesteld als de messias. Maar zijn volk heeft hem verworpen. En nu? Matthäus 11, vers 20 tot en met 22. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zakken als bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. We zien in deze verzen een heel andere verkondiging van de Heer Jezus dan daarvoor. Jezus kijkt in deze verzen terug op de tijd dat hij in Galilea werkte, en met name in het gebied ten noorden van het Meer van Genesaret. Aan deze streek is de genade van God in het bijzonder ten deel gevallen. Hoe meer licht men ontvangen heeft, hoe groter ook de verantwoordelijkheid is. Ook in onze tijd zijn er veel mensen die van de Heere God een gelegenheid hebben ontvangen om Christus te aanvaarden en te volgen als de Heere van hun leven. Maar ze hebben een andere keuze gemaakt: ze hebben hem niet aanvaard en hem hun rug toegekeerd. Deze uitzending mag zodoende, en die nodig, voor iedereen een nieuwe kans zijn. Want het ontvangen van het licht, van het evangelie, schept verantwoordelijkheid. De Heere had nooit een bediening in Tyrus of Sidon. Hij heeft er ook niet gewoond. Maar hij gebruikt deze steden als voorbeelden, want de verhalen erover waren bij het volk bekend. En ze werden aanzien als het allerslechtste. Is het ook niet wat logisch dat hoe meer wonderen men ziet van Jezus, hoe minder excuses je hebt om niet te geloven? Ik ken iemand die genezen werd van een zware ziekte na een gebed. Hij was blij en dankbaar, maar na een tijdje begon hij toch te redeneren dat zijn genezing wel toeval zal geweest zijn. Jammer, nee? Naar ik begrijp, zullen er ten tijde van Gods oordeel gradaties in bestraffing en beloning zijn. Zonder in details te treden wil ik zeggen: ik weet niet wat God zal doen met een mens die nog nooit het evangelie heeft gehoord. Ik weet wel wat de Heere God zal doen met een mens die zondag aan zondag in de kerk zit. En bij wie het evangelie het ene oor in had en het andere weer uit, wanneer het geen uitwerking heeft in zijn of haar leven. Matthäus 11, vers 23. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Wat een voorrecht om het woord van de Heer regelmatig te mogen horen en te lezen. Ook Capernaum was een bevoorrechte plaats. Maar de mensen in Capernaum hebben Jezus niet aanvaard als de Messias. Ze verwierpen hem. De Heere zegt dat als de zondige stad Sodom de wonderen had gezien die hij in Capernaum had verricht, zij zich van hun kwaad hadden afgekeerd en de verwoesting niet over hen was gekomen. Matthäus 11, vers 24. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Hoewel Sodom en Gomorra verschrikkelijke steden waren, zal het voor hen op de oordeelsdag verdraaglijker zijn dan voor steden die de boodschap van Jezus wel hoorden, maar hem verwierpen. Dit is scherpe taal. Het komt niet uit de mond van zomaar iemand, maar uit de mond van de Heere Jezus. Hier spreekt gij niet als zachtmoedige Jezus, maar als rechter en koning. Ik hoop dat de strenge taal van Jezus jou ertoe brengt om dit ter harte te nemen. Wanneer je het evangelie al verschillende keren zou gehoord hebben en er niets mee wil doen? Want een mens kan in deze situatie maar beter iemand zijn die er nog nooit van heeft gehoord, dan een persoon die er wel van heeft gehoord en ook een Bijbel bezit, maar nooit echt Christus als redder heeft aangenomen. Zie dit als een nieuwe kans, want bij Jezus kan men altijd terecht om een nieuwe start te maken. Matthäus 11, versen 25 en 26. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader. Heer van de hemel en van de aarde dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. Jezus spreekt de Vader aan met Heer van de hemel en van de aarde. Dat neemt ons mee terug naar Genesis 14 vers 19. Daar staat: Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Daar wordt de Heere God ook met deze naam genoemd. Hij is de God van hemel en aarde. De Heere Jezus was niet dankbaar voor het feit dat de wijzen en verstandigen, dat wil zeggen zij die door studie geleerd zijn geworden, zoals de schriftgeleerden en fariseeën, geen inzicht hadden in het heilsplan van God. Hij was wel dankbaar voor het feit dat de openbaring ervan niet door menselijke wijsheid verkregen kan worden. Als kinderen het begrijpen, kun je er bijna zeker van zijn dat ouderen het ook zullen begrijpen. Maar het komt ook voor dat de kinderen het wel snappen, maar de volwassenen niet. Maar dat is dan eerder niet willen snappen of niet geloven. Matthäus 11, vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Het inzicht in de ware betekenis van de zoon is een verborgenheid. Niemand kent de volmacht van de Heer Jezus. Niemand kent de middelaar, tenzij de Zoon zelf het aan hem of haar openbaart. Tot nu toe verkondigde Jezus, bekeer u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabij. Hij had zijn bewijzen laten zien, maar werd als de Messias verworpen. De steden die genoemd zijn keerden hem de rug toe. Nu roept de Heere Jezus allen op om tot hem te komen. En het bijzonder zij die vermoeid en belast zijn en belooft hen rust. Matthäus 11, versen 28 tot en met 30 Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wie de woorden van de Heere Jezus ter harte neemt, zal de rust en de vrede van het Koninkrijk van God vinden. Als gud, wat ziet het er voor u slecht uit, nog nagalmt in je oren, dan staat dat in een schril contrast met de woorden die we net lazen. Het contrast is zo groot dat het lijkt of een mens uit een sneeuwstorm is overgegaan in de warmte van een zomerse dag. Overgezet vanuit de duisternis in zijn wonderbaarlijk licht. De heiland richt zich nu niet meer naar het volk als geheel, maar op het individu. Ik zal u rust geven. Wanneer de Heere Jezus spreekt van belast zijn, dan verwijst gij in de eerste plaats naar de last van de zonde. Dezelfde manier van uitdrukken wordt ook gebruikt door David. In Psalm 38, vers 5 schrijft gij: Want mijn onrechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Zonde is te zwaar voor een mens om te dragen. Je kan er spreekwoordelijk een geestelijke hernia van krijgen als je probeert om de last van zonde zelf te dragen. De enige plek ter wereld waar je die last kunt neerleggen, is bij het kruis van Christus. Hij droeg de zondelast voor jou en mij. Hij nodigt je uit om te komen en jouw last aan zonde bij hem te brengen. Hij kan jou vergeven, omdat hij aan het kruis de last van jouw zonde heeft gedragen. En u zult rust vinden voor uw ziel verwijst naar de redding van een mens, van een zondaar door Jezus Christus. Neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Verwijst naar een heilig leven van een gelovige in het leven van elke dag. Jezus geeft rust. Het is de rust van de verlossing. Er is ook nog een andere rust. Dat is de rust die een gelovige ervaart vanuit de toewijding aan en het vertrouwen op Christus. Hij zal jou en mij daar zetten waar hij ons hebben wil. Als wij aan hem verbonden zijn, vallen wij niet uit zijn hand. Hij zal nooit verlaten het werk dat zijn hand begon. En daarom zegt Jezus, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik heb het al eerder vermeld. Het is niet goed om de mensen iets voor te schotelen wat niet in Gods woord staat. Zolang we hier op aarde zijn, zal het leven zijn moeilijkheden hebben. Pas wanneer we bij hem zijn, zal alles perfect verlopen. Hier zijn we nog niet vrij van ziekte en tegenstand. Bovendien zal het kiezen voor Jezus zo zijn eigen moeilijkheden hebben. Dit alles betekent dat we nog een juk dragen. Maar het is zoveel beter om die te dragen, want met een juk draag je de lasten niet alleen. Matthäus 12, vers 1. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. We weten niet waar het gebeurde, maar we weten wel dat de Heer Jezus met zijn leerlingen op weg waren naar een synagoge. De volgelingen van de Heer Jezus kregen honger en daarom begonnen ze aren te plukken. Matthäus 12, vers 2. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen hem: Zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Het plukken van aren langs de weg werd in principe toegestaan door de wet. Maar volgens de Joodse overlevering was het op sabbat verboden. Het werd gezien als een onderdeel van het oogsten of van het voorbereiden van een maaltijd, en dat was allebei verboden op een sabbat. Op schending van de sabbat stond de doodstraf. Enkele fariseeën hadden gezien wat de volgelingen van Jezus gedaan hadden en kwamen nu naar Jezus toe. Zij stelden hem verantwoordelijk voor het gedrag van zijn discipelen. Een conflict met de godsdienstige leiders. Blijkbaar waren ze eerst vriendelijk tegen hem, maar nu is het anders. Uw leerlingen doen iets dat niet mag: zij oogsten op de sabbat. We zullen in het vervolg gaan zien dat de heiland handhaaft dat hij heere is van de sabbat. Maar, voordat we ons verder in deze discussie gaan verdiepen, is het goed eerst te kijken naar de reden waarom de leerlingen van Jezus erop uitgingen om aren te plukken. Waarom deden ze dat? Omdat ze honger hadden. Waarom waren ze hongerig? Omdat ze de Heer Jezus volgden. In Matthäus 8, vers 20 hebben we gelezen dat Jezus zegt De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Hier, in Matthäus 12, zijn ze hongerig, maar hebben niets om de honger te stillen. Het is weer een herinnering aan het sobere leven dat Jezus had. De rijkdom die hij had afgelegd en de armoede die hij verdroeg. In de volgende uitzending zullen we zien hoe de heren zijn leerlingen verdedigt tegenover de godsdienstige leiders. Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.